Jong talent laten opbloeien is voor de provincie Antwerpen altijd een prioriteit geweest. De MOMU Award bekroont elk jaar de creatiefste masterstudent van de afdeling mode van de Koninklijke Academie in Antwerpen. Dit jaar ontvangt Madeleine Kwan uit het Franse Nantes de begeerde onderscheiding. Volgens de jury getuigen haar creaties van opvallend veel visie en maturiteit. I really want to go backwards in a way, and I look very much at classical and tradition references. I don't want my garments to be very stereotyped 21st century and use latex or neoprene. So I really avoid this, and I want to take some more classical materials and in a way to give them a new life by using them in a different way. Madeleine grijpt terug naar het verleden. Haar collectie bevat traditionele elementen met verwijzingen naar priestergewaden en Japanse kimono's. De inspiratie voor haar collectie plukte ze uit een stadsbeeld ergens tussen Berchem en Antwerpen Centraal. You have these stone patterns, more than 50 different ones, and I was really impressed that a work from the city would create such a diversity. You would think the city wants to go for the easiest or the cheapest, but so you have these amazing patterns, and I really wanted to use them already since 3 years. Every time that I'm cycling next to it, I always thought, someday I will do something with it. So that's something, that's why I have these patterns. You can recognize them at the bridge. I create a garment with a soul, and that's my goal. I do not want to create something that in 20 years will be still very new. I just want to create something with a soul that would be timeless. De MOMU Award is voor de Antwerpse modestudenten een interessant visitekaartje in hun zoektocht naar een job. De ontwerpen van Madeleine vallen vooral op omdat je ze ook kan dragen en ze staan ver van artistieke experimenten. Hier zien we eigenlijk oefeningen, dus dat zijn oefeningen van derdejaarsstudenten waarbij zij een etnisch kostuum moeten imiteren of namaken. Het zijn heel exotische kostuums, dus er kruipt wel heel veel werk in. En dat is eigenlijk een oefening tegenover de vrije collectie die Madeleine met haar eigen inspiratiebronnen heeft gecreëerd. Met haar onderscheiding treedt Madeleine in de voetsporen van haar landgenoot Pierre Renaud. Wat we zien is dat we de laatste jaren heel veel Franse studenten hebben, wat eigenlijk lang geduurd heeft, want de vorige decennia hadden we voornamelijk Aziatische en ook Duitse en Engelse studenten, maar de Franse invasie zeg maar, is vrij recent. De toekomst lacht de Française toe. Ze heeft dan ook al heel concrete plannen. In a short term, I would really enjoy to work at Dries Van Noten because I think his aesthetic is something that I also try to reach. He keeps always the same language, but he always renews himself every season, and there's always something particular and different. So short term, I would like to work there. En long terms maybe have my own brand, but I know that life is so much about meeting people and being at the right place on the right moment that I cannot predict what's going to happen. De jury reikt de award uit tijdens de plechtige proclamatie van de afgestudeerden. Er is geen geldprijs aan verbonden, maar de collectie van de laureaten is 4 maanden te bewonderen in de MOMU Galerij in Antwerpen. Wie wil weten wanneer de galerij te bezoeken is, raadpleegt best eerst de website van het Modemuseum Provincie Antwerpen. www.momu.be